Hoe ziet een natuurinclusief bouwwerk eruit? Aan deze vraag heeft een onderzoeksteam van Naturalis afgelopen tijd gewerkt. Het initiatief kwam vanuit KPN en resulteerde in de eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale van Nederland. Deze staat in Leiden tegenover het Stedelijk Gymnasium aan de Nieuwe Marningstraat. Bij KPN bouwen wij dit soort huisjes bij. En we willen ook aandacht geven aan biodiversiteit. Dus ik heb eigenlijk Naturalis letterlijk gevraagd, hebben jullie een kader voor natuurinclusief bouwen? Voor kleine bouwwerken. En dat hadden ze nog niet. En zo is eigenlijk een samenwerking ontstaan tussen KPN en Naturalis en het Kennis Natuurlijk traject om de leefomgeving te vergroenen. Het huisje zelf is natuurinclusief, maar ook de ruimte eromheen. Natuurlijk hebben we een hoop planten aangeplant om het huisje heen op het dak. En die trekken weer allerlei insecten en vogels aan. Wat dus direct biodiversiteit oplevert. Maar het schept ook eigenlijk meer ruimte voor natuurlijke ontwikkeling. Omdat het beheer om heel het huisje heen aangepast is vergeleken bij de standaard glasvezelcentrales. Dus ook de ruimte eromheen is veel biodiverser geworden dan dat het eerst was. Het nieuwe huisje is beter voor de natuur en uiteindelijk ook voor KPN zelf. De functie van het huis is elke klanten van KPN op glasvezel aansluiten. Hè. Dus er zit elke apparatuur op waar heel veel klanten op zitten. En het leuke aan natuurinclusief bouwen, elke inzet op natuur, een duur woord nature-based solutions, het zorgt er eigenlijk voor, hè, als die zijkant straks echt begroeid is en dat natuurdak wat meer leeft, dan heb je ook minder risico op hittestress, misschien wel minder energieverbruik. Er zitten ook voordelen voor KPN aan. Eén huisje maakt nog geen groot verschil. Het is dan ook de eerste stap naar meerdere natuurinclusieve bouwwerken. Nou, het begint natuurlijk met een eerste kleine stap, maar het zou mooi zijn als we alle kleine bouwwerken eigenlijk in die publieke ruimte, noem ik het even, gaan vergroenen. Dan zijn het eigenlijk stapstenen tussen verschillende gebieden. En KPN zet er van dit soort huisjes neer. Met de echte potentie zit wat mij betreft ook in de energietransitie, waar bijna elke dag in Nederland, of meer dan één per dag in Nederland, een vergelijkbaar huisje wordt neergezet. Uiteindelijk zal dus overal in het land zo'n huisje te vinden zijn. Maar de allereerste, die staat in Leiden.